Kijk. Als je gootsteen niet meer goed leegloopt, kan je hem ontstoppen door alle pijpen onder de gootsteen even los te halen. Maar wat daarvoor het belangrijkste is, is dat er... in dat gaatje in het midden of op een andere plek een schroefje zet. Zodat je hem los kan schroeven. Wat er dan gebeurt is dat dit deel loskomt van de pijp eronder. Nou, hier kan het dus, want er zit een kruiskop in. Maar er zijn ook een paar andere soorten wasbakken waar het niet kan. Die zal ik ook even laten zien. Zo heb je hier bijvoorbeeld, lijkt het hetzelfde. Je hebt ook een gaatje in het midden, maar je hebt geen schroef waarmee je hem los kan draaien. En dat betekent waarschijnlijk dat hij hier zit vastgeplakt aan de wasbak zelf. Ik heb nog een paar voorbeelden waarbij je kan zien dat, dat hij hem wel los kan schroeven. Normaal fonteintje in de wc en een duidelijke kruiskop. En ook deze kruiskop die zorgt er dus voor dat deze pijp los komt van de plug waar we net naar keken. Eentje die je los kan schroeven, maar niet zo duidelijk als die vorige. Er zit geen schroefje in. Als je kijkt naar dit goudkleurige ringetje. Dit is een schroefje op zich. Hier zit een inkeping en hier. En als je een schroefdraaier pakt die breder is dan dit, of een mesje die daartussen past, kun je hem losschroeven. En dan komt hij dus ook los van deze plug en dit hele pijpensysteem hieronder. Ik heb weer terug bij de wasbak die je wel los kan schroeven. En even stop was. Gaan we eerst even hieronder beginnen. De zwanenhals / sifon of waterslot los te halen. Er komt altijd wat water bij vrij. Dus doe even een emmer eronder. Nou, je ziet al, er zit genoeg troep aan. Dus dat zorgt waarschijnlijk voor de verstopping. Gooi in de bak. Nou, nu kunnen we dus beginnen bij die schroef aan de bovenkant en die losschroeven. Poging 2, iets grotere, dikkere schroevendraaier. Die past beter in het schroefje. Gooi je dat ook even allemaal in die emmer. En dit stuk kunnen we er dan ook uit vanaf halen. Ik ga even die troep die daarna zit loshalen. En dan alle buizen even uit elkaar halen, schoonmaken. Zorgen dat de rubbertjes heel zijn en schoon en op zijn plek zitten. Dan zou het weer moeten passen. Nou, dit is de plug uit de wasbak zelf. Je ziet hier, er zit een siliconen ring. En dat is de afdichting voor de wasbakplug zelf. Okay, even schoonmaken en dan zet ik ze weer in elkaar. Ook het overblijfsel van de gootsteen zelf even goed schoonmaken. Dat er geen vel zit voor die schuimrubberen ring. Dan dicht hij natuurlijk wat minder goed af. Nou, ik heb alles even goed schoongemaakt. De binnenkant van die buizen vielen wel mee. Maar er zit altijd wel wat slijmerig spul in. En het liefst haal ik alles eruit, of met mijn vinger, helaas, of met een papiertje. En dan is het het beste dat je zoveel mogelijk in de prullenbak gooit, dus niet door de wc spoelen ofzo. Dit is over het algemeen het vieste. Daar blijft altijd haar achter zitten.
En ook allemaal slijmerig spul. Maar het haar, dat moet je niet in de wc gooien. Gewoon met een papiertje verzamelen. En in de prullenbak gooien. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor dit ding. Overal waar iets in de stroomrichting zit, zoals dit ding, dan blijft er allemaal haar achter zitten. En dat wil je goed opruimen. Nou, dit is die schuimrubberen ring. Die komt dus hierin. Dan komt deze er overheen. Dan gaat deze schroef daar doorheen. En dan aan de onderkant van de wasbak doen we dit ding. En die vallen dan bijna zo in elkaar. Met natuurlijk de wasbak ertussen. En dan met de kruiskop schroeven we dit aan elkaar vast. En dan hebben we de bovenkant gedaan. Vervolgens pakken we de laatste deel van de buis. Die draaien we weer vast aan het deel wat nog over is gebleven. Onder de wasbak. En dan het enige deel wat je nodig hebt om dat te verbinden is de zwanenhals. En waar je dan op moet letten is de stroomrichting. Dus dat betekent, omdat die pijl hier naar rechts staat, dat de wasbakplug hierin moet. En de uitgang hier, waar dus dit aan vast moet komen te zitten. Nou dan, het beginnetje is even lastig. En als hij hem pakt, dan schrijf je hem er zo in. Nou, je ziet dat die plug, die beweegt wat heen en weer. Je moet natuurlijk zorgen dat die in het midden blijft, zodat die schuimrubberen ring ook mooi in het midden blijft. Bovenin. En lekker strak aandraaien. Dus hier een rubberen afdichtring. Dus er is ook ruimte en speling om hem lekker strak aan te draaien. Dit deel. Veilige die ik weg kan halen, even weghalen. Zo. Die kant op natuurlijk. Laten we nog even los, zodat er nog wat speling hierop zit. Het laatste waar we aan moeten denken is, rubbertjes zitten erop. Die zat trouwens hier ook, hè. Dus die moeten er natuurlijk op blijven zitten voor waterdichtheid. Hier komt die speling goed voor pas. Zo. Dan kan ik die erachter. Ook zo strak als ik met de hand. Ja, een beetje fatsoenlijk strak. Zet ik hem vast. Dus je hoeft geen gereedschap te gebruiken. Zijn. Maak het even droog en dan zet ik de kraan aan. En dan wat ik altijd doe is om de verbindingsdelen, dan hang ik altijd wat wc-papier. Zodat je duidelijk kan zien of het gelekt heeft. En dan probeer ik dat er een dag om te laten zitten ofzo. Die emmer die ik net heb gebruikt. Die gooi ik even leeg hierin. Dat is gelijk een goede testcase. En of het niet lukt. Nou, dat lijkt goed te gaan. Dan doe ik nog even wat papiertjes om de verbindingsdelen. En om de laagste delen, dat is ook wel handig, want als er water lekt,
dan loopt het natuurlijk daar naartoe. Dus daar en dit stuk. En dan de dagje laten zitten, voor alle papiertjes goed checken. En als ze nog droog zijn, dan kan je alles weer terug doen, de ronde en papier weghalen en normaal gebruiken.